Iedereen, leuk kijk deze video. Mijn naam is vandaag weer Minecraft Hardcore. De vorige aflevering waren wij gebleven in dit mooie hockey. Nou, heel lelijk, maar niet uit. We hadden hier een enchanting room gemaakt. Waarin wij level 30 enchantments kunnen krijgen. Dat wil ik zo als eerste op mijn diamond pickaxe maken. En de rest wil ik denk ik zo snel mogelijk op aan armor spenderen. We hebben ook een Fortune 3 boekie. Ik kon hem gewoon van deze makker krijgen. Maar het kwam dus gewoon uit de kist in de mineshaft. Super chill. Daar niet van. Ik wil... kijk, dit is best karig. Ik wil wat meer emeralds hebben. Dus, wat gaan wij doen? Wij gaan ervoor zorgen dat we meer emeralds kunnen kopen. Ja, ik denk het wel. Ja, we kopen dan emeralds. Ja. Dan maken we cartography tables. Nou, farmers boeien me eigenlijk niks. Dus... There you go. Nou hoop ik even dat er twee mannekes... Boing. Zo dan. Hallo? Mag ik? Zo dan. Zoiets? Nee. Moet ik dan zo doen? Nee, maar dat is dan niet. Huh? Waarom werkt het niet? Ja, dat is weer skak. Die bel die had ik al even weg, maar dat is niet belangrijk hier. Hier. Zo misschien. Zoiets. Bel. Kunnen jullie nu werken? Manning vind ik wel echt even het belangrijkste op nu toe. Zit hier nog een villager in? Huh? Oh, hier. Moet je 3. Kijk, nice. Ik heb toch wel dit baantje. Nee, ja, kijk, die. Dat wil ik hebben. Want, nu is het papier. Nou, papieren zijn we mee bezig. We hebben er een hele farm voor. Maar, op een gegeven moment gaat die glass panes vragen. Panes, dat zijn die hele dunne glaasjes. Of glas dingen. Ramen. Nou dacht ik, dat is super makkelijk te krijgen. Dus dan kan je gewoon even met een goede schep zomaar eventjes rondgaan. En dan kan je dat zo krijgen. Maar ik wil eigenlijk voor deze aflevering level 30 worden. Dan level 30 enchanten op mijn... enchanten op mijn pickaxe. En mogelijk misschien nog even meer enchanten. Dus dit wordt veel ruimer treden met villagers. Let's get into it. Tjoe. Heeft hij nog wat? Oh ja, zeker. Dat mogen we echt niet vergeten hoor. Kijk, nu ligt er elke keer één sugarcane, maar er kunnen ook gewoon stukjes of 10. Hier zeg je dat? Bam. Oh, het wordt nacht. Oh nee. Oh, en we hebben eten nodig, zie ik. Want ik heb niet zoveel uit meer. Nu eentje. Oh, maar dit is echt wel lekker hoor, dat sugarcane, dat het zoveel wordt. Ja, mine hoef ik dus niet meer echt nu. On the moment. Want ja. We hebben diamonds. We hebben iron. 1. Ik heb wel bijna voor. Iron armor. Dus dat is op zich wel chill. Mooi. Hier dat ook nog een. Huppa, mooi. Hebben we wat papier erbij? Hallo. Jij daar. Zo. Gaat die 1 level omhoog. Dan hebben we er nog 1. Nou, dat is dan weer jammer. Maar kijk.
Ze had glasspates. Dus wat wil ik doen? Ik wil eventjes met die laatste iron even een skeppie maken. En ik denk ook eigenlijk dat ik zo eventjes nog een klein beetje ga minen voor ijzer. Want ik heb gewoon ijzer nodig. Ik heb ook heel veel besteed aan de anvil. En ja, dat is gewoon best jammer. Kijk, we hebben het wel gewoon nodig, die anvil. Logisch. Maar goed. Nu is het gewoon eventjes wat zand vinden. Nou, zand vinden is zelf niet zo moeilijk. Maar ik wil het ook wel een beetje netjes houden voor in de buurt. Dus dan wil ik een klein beetje verder gaan. En ik ga ondertussen even minen. Dus hey. Dat gaan we eventjes lekker doen. Dus zand en ijzer hebben we nodig. Dat is gewoon prioriteit nu. Dus dat ga ik lekker doen. Oeh, nice. Meer zand. Zand. Ja, kijk, eerst was ik van de stokjes. Eerst dacht ik, ja, stokjes verkopen is gewoon echt veel fijner en zoveel beter. Maar nu ben ik van het glas. Want ja, zoals jullie zien, dat is, vind ik, veel fijner en makkelijker. En ze verkopen ook papier, dus dat is ook chill. Verkopen voor papier. Dus dat is ook chill. En desnoods. Ik heb het nu, ik denk niet dat ik het nu ga meenemen, maar klei is ook heel chill altijd. Voor zo'n villager. Hallo, piggy. Piggy. En nu denk je, ah, dit is een stack glass page. Nee. Want 6 glas, 6 blokjes zand, is 16 glass page. Dus ja. Lekker. Oeh, lekker. Oké, hier is een cave. Dus hier kan ik wel even kijken voor ijzer. Ik heb geen torch meegenomen. Well, shit. Nou, maakt niks uit. Ik hoop dat ik het wel ga redden. Oh, ik heb ook geen schild meegenomen. Oeh, dat is toch wel een beetje akelig. Ja, kijk, ik ben in het begin. Nu ben ik nog niet echt lekker aan het bouwen of zo. Om, ja, omdat ik dat gewoon niet per se nodig is. Oh, hit. Ah. Nee. Holy shit. Oh nee, ik heb geen eten meer. Kaka. Ja, oh nee. Ik wil echt niks met skeletons te maken hebben. Joh, stop met mij te inviten. Heb ik geen hout meer? Oh nee. Oké, weet je, ik ben weg. Later. Weg hier. Want ja, dit vind ik gewoon iets te gevaarlijk, zeg maar. Aangezien ik mijn leven heb. Anders had ik heus nog wel door willen gaan. Maar ik heb gewoon één leven. Dat is gewoon kloten. Waarom kan je niet gewoon frikandellen maken in Minecraft? Een paardvlees. Nou goed. Dat maakt niks uit. Ik ga eventjes kijken voor nog wat eten sowieso. En of ik ijzer kan vinden. En om dit soort redenen is het ook chill als je een looting zwaard hebt. En fire aspect erop. Dan kan je gewoon beesten killen. En dan krijg je één gekookt vlees. En nog eens meer dan het zou moeten. Wat? Staat het in een fik? Oh nee, pom. De natuur. Nee. Blus het. Blus het.
is het! Auw. Waarom doe ik dat weer stom? Boom, ik save je. Nee. Boom. Boom, ga die dood. Boom. Ah. Ja. Bijna. Ja. Nee. Nee. Ah. Kom op. Kan ik niet meer redden? Oké, nou, de boom is al weg. Ben je jammer? Jammerie. Maakt niks uit. Wij gaan lekker. Wat beesten killen voor levels ook. En voor eten. Heb ik nog nooit in deze paar afleveringen een pig gekild, blijkbaar niet. Oké, okay, let's go. Nou goed. Ik blijf weer te veel praten. Want het is niet leuk voor jullie om dit saaie gedoe te zien. Dus tot zo. En we are back. Let's go. Oké, dan gaan we even dat vlees koken. Ik heb een stekkie ijzer erbij. Dus dat is altijd zo chill. Even kijken. Daar gaat dat in, daar gaat dat in. Dat is lekker bij. Wacht. Ah, jij gaat lekker dat doen. En dan ga jij even lekker dat... Nee, sorry. Dat doen. Mooi. De rest komt wel. En nou is het gewoon even een kwestie van... Wachten. Ondertussen... Even kijken... Hebben we nu genoeg voor een ijzeren broekie. Mooi, mooi, mooi. Kijk eens aan, jongens. Dit is toch wel eventjes lekker, hoor. Oi, oi, oi. Ja, misschien kan ik even kijken hoe het met de sugar case is. Of dat alweer gegroeid is. En ik denk dat ik later ook een keer wil kijken voor een spawn. The fuck? Voor een, hoe heet het? XP farm. XP farm uit en je maakt een soort gebouw. Ja, gebouw niet eens. Het ziet er heel lelijk uit. Waarbij het, als het donker is, dat we dan mobs spawnen. Die dan op een gegeven moment vallen in water. Dat water stroomt naar één kant. Naar een gat. En dus ze stromen met het water. Dat water stroomt naar een gat. Vallen ze in het gat. Vallen ze zo dat ze nog maar een half hartje hebben. Kom ik aan met bezwaartje. Dik, dik. Allemaal dood. XP voor mij. Zo werkt dat. Hey, weet je wat zo is Minecraft? Gewoon heel simpel. Is gewoon eenmaal heel simpel. En het wordt er weer nacht. Kijk hoe mooi het er ook uitziet. Die wolkies. Het ziet er... Wacht, als het nacht is, zijn die wolken dan nog steeds? Zou heen heel onrealistisch zijn. Unrealistisch. Die wolven blijven. Oké, ook gezellig. Eerst slapen. Om problemen te voorkomen. En dan. Hebben we hier glas. Hebben we hier eten. Hebben we hier heel wat ijzer. Zeg je dat? Om de levels erbij komen. Maak weer wat papier. Kijk. Zo. 32 paints. Jou moet ik nog eerst zo krijgen. En jou kan ik ook gewoon mee trainen. Kijk, en kijk, nu gaat het heel langzaam. Maar straks heb ik zo'n goede schep en zo. Dan ga ik gewoon
heb ik vuur overzoken zo. Ja, dan gaat alles van dat gewoon veel sneller. Kijk, nu heb ik weer 16 emeralds. En dat gewoon heel chill. Hier wil ik nog even wat ijzer bij doen. Kijk eens aan. Lekker hoor. Ja, ik denk de volgende aflevering wil bezig zijn. Denk met, hoe heet het, een basisje. Dat hebben we ook echt, dat hebben we ook echt nodig hoor. Nou, nog even een baantje hebben. Zo. Zo. Kijk, dat gaat gewoon lekker op zo'n manier, hè. En nou ga ik nog eventjes gewoon wat killen in de wildernis. Zal ik even wat levels omhoog gaan. Dus hey, let's go! Let's go, we zijn er bijna. Bij level 33, kom op. Yes! Let's go, level 33. Daar kan ik sowieso één level 30 enchant mee doen, maar misschien ook twee. Ik weet niet zeker of dat kan. Als we geluk hebben, ook twee. Dat, wat wil ik dan als eerst? Ik denk gewoon een maken. Goh, noem dat nou. Een chestplate. Daarom een chestplate. Ik denk dat dat gewoon even lekker is. Oké, dan pakken we deze erbij. Pakken we deze erbij. En deze. En deze. Die zetten we daar neer. Nou, gaan we kijken. Level 30. Een breek ik 3. Wat krijg ik eruit? Komt-ie? Ho, voor even. Voordat we verder gaan. Like en abonneer eventjes. Want dat zou ik heel erg waarderen. En wil je nou meer video's hebben. Je kan ook trouwens naar mijn Discord gaan. Moet je even tussen mijn video's zoeken. Zie je een plaatje met een Discord heel groot erop. Als je op die video klikt, kan je naar de beschrijving gaan. Link in de beschrijving klikken. Kom je in mijn Discord. En zo hou ik je up-to-date. Je kan vragen stellen. Je kan suggesties stellen voor mijn video's. Wat voor games of wat voor series ik moet maken of zo. Je kan, je krijgt elke keer een berichtje via Discord, kan je ook uitzetten. Maar ik doe elke keer een berichtje via Discord als ik een video heb gemaakt en zet ik die video in Discord. Je kan ook gewoon lekker met mij praten, zodat we lekker, maakt niks uit wie je bent of zo. We gaan het gewoon lekker doen. En we kunnen ook gewoon lekker met z'n allen chatten. Dus ga even kijken bij mijn video's. Linkje in de beschrijving van die video. En dan gaan we weer verder. Komt-ie! Fortune 2, dat is ook echt heel goed. Maar even zien. Oh, lekker. En ik ben nog level 30. Let's go dan! Oké. Ja, chestplate. Want ik wil gewoon echt niet doodgaan. Hoppa! Blast protection. Serieus? Nou, dan doe ik level 1. En dat ziet er heel stom uit. Kijk, dat doe ik zo. Nee. Oh, ik heb geen grindstone. Wat moet ik ervan maken, denk ik. Oh, nee, ik heb geen grindstone. Grindstone heb je zelf steen voor nodig. Dat ga ik er even zo snel maken, even. En ik heb dus weer wat even leftjes nodig. Maar dat komt goed, want... Huppa. Die. Als het goed is, is hij nu level up. Krijg particles. Oh. Oké, mooi. Ja, dan verkoopt hij mappies ook zo. Dat boeit me zo erg. Volgende. Jij. Kijk. Haha.
Dat is lekker. Dat zijn die lekkere dingetjes. En levels krijg je ook van een furnace. Volgens mij heb je die zelfs. Wacht. Grindstone. Nee, volgens mij heb je er zelfs smooth stone voor nodig. Oké, dus doe nog eentje. Zo. Die terug. En dan kunnen we hier weer dit van maken. Kunnen we weer een beetje dit pakken. Gaan we weer het makkertje. Makker? Is it you? No, is it you? Yes, it is. Is die weer level up? Gaan we kijken wat hij verkoopt. Bloep, 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 bloep. Woodland en Ocean Explorer map, ja. Als het goed is. Kom op. Niet? Wacht, wat? Hoe kan het dan? Oh, ik weet het al. Ik moet waarschijnlijk slabs maken. Maar we kunnen nu ook wel leuk gebruiken. Voor een armor stand. Oh, alleen stokjes op. Dat is ook wel vet. Gewoon geinig. Niet per se handig of zo, maar gewoon geinig. Ik ga even van al deze dingetjes trouwens stokjes maken. Armor stand. We 6 kunnen ervan maken. Nou, dat doen we ook weer niet. 2. Dat is wel vet gewoon. Zet er eentje. Ine. Voor mijn oude armor. Bijvoorbeeld. Zo. En eentje bewaren we. Mooi. Let's see. Ja, grindstone. Oh, zo maak je dat. Grindstone. Mag ik? Nog steeds stokjes. Mag het nu wel? Thanks, man. Oké, ik heb heel wat troepen in mijn inventory, maak ik uit. Hier neer. Hup. Krijgen we een beetje levels terug als het goed is. Mooi. Niet alles. Maar. Ik ben bijna weer level up. Dus dat is ook weer chill. Ik dip even alles erin. Lapjes ook wel bij met dit kan weg. Ik ben echt heel blij met deze nieuwe pickaxe. Waar ik straks, niet nu, maar even voor zijn 3 op ga knallen. Snel van level up kan gaan. Zou ik dat heel erg fijn vinden, zeg maar. Ik kan het doen even dit, zo weer. Weer RD. Hallo. Kijk, let's go. En in hardcore gaan levels omhoog veel sneller dan normaal. Oké, gaan we. Fire Protection 4. Dat is op zich echt wel nice. Alleen ik heb liever Protection gewoon. Ik doe het gewoon weer hetzelfde als ik net deed. Dus, hey, dan gaan we weer. Let's go. Zo. Let's go. Oké. We zijn nu zelfs iets. Oh, het is alweer nacht. Iets over level 23. Dus dat is zelfs mooi. Want. Nou, misschien kunnen we het nog een keer doen. Desnoods. Ik zeg desnoods. Hallo. Zou ik weer eventjes met iemand mogen ruilen? Ten eerste. Nee, dat is met jou. Want jij maakt het nog. En het is goedkoper nu bij jou. En daarom heb ik er 2 hebben. Want op een gegeven moment gaat hij denken. Oh, hij wil het heel veel kopen. Dus ik maak het duurder. En dan ga ik naar de volgende. En dan wordt die andere weer goedkoper. En dan. Ja, goed zo. Gaan we. Kom op. Protection 4. Oké, dat is wel alles. Maar daar ben ik echt niet ontevreden over.
Ik kan het nog een keer proberen. Wacht, stel ik pak nu deze. Ik weet niet of dat... Oh, dan krijg ik protection 3. Oké, protection 3. Ja, nee, ik ben er echt wel blij mee hoor. Ik mag echt niet klagen. Hoeveel duimpjes heb ik? Ik heb nog 4 duimpjes over. Ik kan ervan gewoon schoentjes maken en die dan level 30 enchanten. Is dat een idee? Ja, ik denk het wel. Want ik heb gewoon echt armen nodig. En ja. Ik ga het gewoon doen. Ik zou die makkelijk ruilen. Kijk. Mooi, mooi, mooi. Wat heb je nu? Banners. We hebben helemaal niks aan. Ja, ik denk toch dat ik die diamonds hier tot ga veranderen. Fire protection 3. En een breaking 3. Oké, dit is gewoon prima. Zo. Nice. Oké, dus wij hebben een beetje armor. Oh, voordat ik het vergeet. Super breaker. Super breaker. Let's go. Oké, dan gaan we levels. Maar maakt niks uit, weet je. Ik hou ervan. Oké. Ik denk dat we deze video heel wat hebben gedaan. Dus ik wil jullie bedanken voor het kijken naar deze nieuwe video. Vond je het leuk? Met een duimpje omhoog. Ben je nog niet geabonneerd? Abonneer zeker op mijn kanaal. Er staat een rood knopje hieronder in. Dus daarop klikt dat je grijs. Als je grijs is, gaat het zeker niet veranderen. Klik ook zeker op dat belletje als je op de hoogte wil gehouden worden als ik een nieuwe video maak. En check ook mijn vorige video's natuurlijk. En ja, zie ik je de volgende keer weer. Later! Everybody wants to be my enemy.